Misschien als je daar dan zo tijd voor hebt dat ik dat ook nog doe. Ik deed dat eigenlijk altijd, maar ik weet niet. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben aangekleed. We gaan zo eerst heel snel een cadeautje ruilen en daarna naar een verjaardag. Ik had gisteren cadeautjes gehaald en nu kwam ik erachter dat het toch al iets dubbel is. En ja, ik vind het heel stom om dat te geven als ik dat bij voorbaat weet. Ik heb dit jurkje vandaag aan van Warehouse en mijn doenlaarsjes. Ik moet nog even een tas pakken en dan gaan we snel de deur uit. We zijn weer terug, want ik was mijn camera vergeten. Cadeautjes in ieder geval omgeruild en we stonden in de speelgoedwinkel. Dus Sarah is helemaal blij met de jongenspakje voor de pop. We gaan even snel orde in de gaten weer maken en dan gaan we de deur uit. Daar heb ik wel even zin in. Even gezellig met een paar mama's van school, want het is een schoolvriendje van Sarah die jarig is. En de kindjes en Sarah's ook de vriendjes en vriendinnetjes weer. Helemaal leuk. We hebben ondertussen even dit plantje kaal geplukt. Alles wat dood ging eruit. Wat doe jij nou, gekkie? Het heeft allemaal nieuwe takjes. En ik vind deze zo leuk. Ik moet gewoon een nieuwe halen, maar ik ben weer te lui om te rijden. Dus ik denk, ik probeer het zo. En ik ga lekker naar het feestje. En ik heb zo erg zin. Want ik ga lekker met mijn klasgenootje spelen. En nog een klasgenootje. En mama is ook lekker aan het rijden. Hoi. Mag ik kijken? Gaat het goed? Ja. Tuurlijk gaat het goed. Ik kan toch gewoon rijden. Ik zie je, majesteit. Oh, ben je prinses geworden? Ik ben Elsa. Ik was een boom. Ik ben niet per se Elsa. Ik heb jezelf even ingeschreven. Foto's maken van eten heb ik echt nog nooit van in mijn leven gezien. Oh, ik altijd. Ja, ja hoor. Maar dat komt, dan heb ik er zo hard aan gewerkt. Dat is toch even een trots momentje. Ja. Zo staan. Op... Naar buiten, weet je nog? Het randje. Op de schroefjes, toch? Ja, op de schroefjes. Zorg dat je voeten zo staan. Sarah? Zo, naar Quinn toe. Geef ja. 2 handjes aan Quinn. Ja. Ik vind het een beetje gevaarlijk als je een voetje. Hé, ik vind het hartstikke goed, schat. Ja, je voet, kan niks gebeuren. Ja. Blijf staan, rustig. Staat. Heel goed, Sarah. Dat doe dat maar niet. Nee. Rijden. Hier, Quinn, houdt hem voor je vast. Wat goed. Zo? Ja, goed erop. Ook je hiel erop. Zie je, Quinn houdt hem al tegen. Ja, en nu ga je steppen. Iets buigen? Eerst buigen iets. Voor mij, ja. Steppen. Ja, trek hem maar een beetje voorzichtig. Ja, wauw. Super. We zijn weer thuis en echt, het was zo gezellig. Ik heb zo gelachen. Sarah is aan de bovenlis, ga ik even op bed leggen. Wel trusten, Sarah. Wel trusten. Slaap lekker. Slaap jij ook zo lekker. Dankjewel, mop. Hou van jou. Hou van jou. Sarah ligt op bed. En, hoe zag ik? Het is niet scherp. 2 nagels afgebroken en ze waren echt... Zo mega lang allemaal en echt stevig. En dan toch, dan breek ik ze. Dus nu ga ik de rest ook maar wat korter vijden. Want ik vind dat altijd zo lelijk als ze dan achterlang zijn en te kort. Dus ik ga ze een beetje hetzelfde maken. Niet zo kort als die gebroken, maar wel dat het weer een beetje bij elkaar matcht. Zo zijn ze wel weer een stuk gelijker. Nog allemaal. En dan die andere hand. Hier waren ze gebroken. Deze 2 zijn nu nog wel korter, maar ik ben wel weer happy. Moet ze eigenlijk ook lakken. Misschien als je daar dan zo tijd voor hebt dat ik dat ook nog doe. Ik deed dat eigenlijk altijd, maar ik weet niet, sinds Sarah er is dat een beetje verdwenen of zo. Dat is ook niet waar. In het begin deed ik het wel. Ik weet niet waarom ik het de laatste tijd niet meer doe. Oh. Hier is daar een vuilschermer.
toch maar mijn nagellak gepakt. En even kiezen. Allemaal andere dingen erop. Welke kleur ik ga doen. Nee, geen paars. Rood. Dit echt niet. Deze vind ik wel altijd heel mooi. Dit is een beetje een nude kleurtje. Ja, iets donkerder dan nude. Dit is een beetje fuchsia paars. Af en toe is mijn beeld zo donker. Zilvergrijs is ook wel tof. Ik heb echt geen idee wat ik ga doen. Deze paramour. Beetje crème rozig. Wat ga ik doen? Ook een paars. Echt zoveel kleurtjes. Ik denk dat ik deze ga doen. Dit is toch altijd wel een van mijn favorieten. En Marco helpt mij heel lief mijn andere hand. Sorry, vervelend. Ik ben zo slecht in mijn rechterhand lakken. Ja, je moet het ondertussen wel goed kunnen. Je hebt Sarah de nagels ook zwaar gelakt. Je wil echt niet praten als die camera staat. Nageltjes zitten erop. Ze zijn niet helemaal gelukt. Maar goed, ze zijn wel gelakt. Ik vind de kleur wel leuk. Behalve dat het schots en scheef zit. Maar goed, ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.